M&M Party Zone. M&M Party Zone met Ja Kid K, de stem van Technotronic. Trouwens ook de zus van Leeky op bezoek vanavond. Zij gaat optreden straks. Ja, het zal al een hol in de nacht zijn ondertussen rond 2:30. Waar je er net een beetje over bezig wat je allemaal doet om je bezig te houden en zo. Wat doe je dan? Zit je dan op het internet? Zit je dan wat te lezen? Wat ga je nog allemaal doen om jezelf bezig te houden? Meditate. Ja, ik ga even op internet en... Straks als ik gezelschap heb, dan gaat de tijd zo voorbij. Ja. Neem je soms films mee of zo? Of doe je dat niet? Ja, ik heb een boel video's en documentaires op mijn laptop dat ik graag naar. Ik vroeg mij trouwens ook af, jullie zijn allemaal artiesten die in ongeveer dezelfde periode heel populair waren, heel, heel dikke hits hadden. Kennen jullie elkaar? Babbelen jullie met elkaar? Of is dat toch nog een beetje... Eric kent Ray? Ja, Ray van Ray en Anita van Two Unlimited. En Eric is de man die met jou samenwerkt. Die kennen elkaar. Ja. Ik heb er ook al een beetje mee gebabbeld in het verleden, maar... Ja, ik ben niet echt sociaal. Ik ken eigenlijk niet... Ik ken de mensen die dicht... the people that are close to me, maar... I'm not really a socializer, really. Ja. Oké, goed. Als het maar een dik feest is vanavond, dan zijn we al heel, heel, heel tevreden. Zeg, heb je herinneringen van in het verleden van optredens die volledig de mist zijn ingegaan? Echt een heel pijnlijk moment dat je je kan herinneren? Ja, ik herinner me twee pijnlijke momenten en één een beetje shock. Vertel. Eén was een DMC, is het? DMC, DJ, the... Run DMC. No. Is it called DMC or DC? I think it's a DJ, whatever competitions they had, whatever. Maar dat was in Londen en ons manager, een vriend van hem, who owned a club, had hem gevraagd van ons daar te laten optreden. Zo gaan we daar binnen stapten, ik dacht, oh nee, dat is hier niet voor house of zeker geen Technotronic crowd. En oké, ik ga aan de mic. En dan boe. Oh, echt gewoon weg van het podium. Ja, gewoon boe. Ja, nee, van het podium. Normaal zie je dat iedereen. Iedereen boe. Dus ik, you know what, that's fine, blah blah. Ik was freestyling, een beetje bullshit van, And while we're at the top having a ball, well, I just got one more thing to say. F y'all, yes? En dan ben ik weggestapt, ja? Oké. Dus mijn manager naar mij komt en zei: nee. En één knul die stapt naar mij en zei: oh, dat was zo cool, you just told him, blah, blah. En dan mijn manager die tegen mij zegt: van luister, als er maar één persoon is die voor u gekomen is, dan moeten dat optreden doen. En ten tweede, als je dat optreden niet doet, dan moeten de mensen u niet betalen. Nou, toevallig werden wij toen niet betaald, maar alleen. En de tweede keer, ik heb nog een. De tweede keer was. Ons management was Rush Management. Management, Def Jam, it's the same owners, the same grote people that namen, run it. Russell Simmons, Leo Cohen. So voilà, we were with Rush Management. So, toevallig toen we daar met Jazzy Jeff en Fresh Prince openden. Anyway, they put us on this bill with all the Def Jam artists. Big Daddy Kane, alle rap, hip-hop. Ik wist al toen, ik had dat wist, take us off that bill, it's not going to work out. Oh, it's too late, it's already been booked, blah, blah. Okay. Voordat we zelfs optreden, toen ze de namen van al diegenen die optreden aan het zingen waren, zeiden: oké, Big Daddy Kane, gehoord de crowd, Bismarck, Technotronic, boe. En dan gaan we op stage later, the sound is terrible, daartoe, ik had Big Mouth, maar waarschijnlijk hebben de mensen van voor mij enkel gehoord. Ik ga dat niet repeat, want het is te vies wat ik tegen ga. Oké. Van Eat My, Anyway, so... een andere keer was in de jaren 90 dat we ergens in Miami, in zo'n Miami Bass Club, Er stonden van die gasten op het podium met hun flessen bier te schudden en dat bier op al die meisjes in het publiek. Heel gezellig feestje zoals wij dat noemen. Voilà, dus en daar ook. Ik sta op het podium en ik ga, shake that body. De publiek, hell no! Oei. Shake that body, hell no! Ai. Op het einde van dat optreden ook had ik, oké, dan heb ik dat hele optreden gedaan. Anders zouden ze mij niet betaald hebben. Ik zei, it's okay, because I'm leaving here with your money. Oké, goodbye. Oei. Maar een andere optreden was de Apollo. We hebben nog wel even. De Apollo, ik was heel geschokt. Want dat was de derde keer. Ik ging showtime met die Apollo, Ik heb altijd heel schrik gehad van dat publiek. Maar wij deden geen amateur, we waren showtime. En dat was nu de derde keer, toevallig. Maar ik heb altijd schrik. Dus en toen ze ons aanmelden, dat publiek dat stond recht. En dat kwam naar voren, heel enthousiast. Ik was zo geschokt. Ja?
dat ik, ik ben mijn hoofd verloren. You know. Normaal had ik die gelegenheid moeten nemen en rock the crowd. Helaas, je was echt volledig van je melk. Ja, ik was volledig... Ik wist niet meer wat doen en I fucked messed up that show. Oké, maar dus alles wat je nu net hebt gezegd, dat is wat er vanavond niet gaat gebeuren. Oké, bied. Van vanavond gaan we een dik feest vieren.